Als chirurg vind je opereren leuk. Het is misschien raar als je als chirurg enthousiast wordt over een behandeling die eigenlijk iets weghaalt van wat jouw vak is. Praktijk, bijvoorbeeld hier in het UMCG, was heel duidelijk op operatie ingesteld. Opereren tenzij. Komt nog wel eens een keer voor dat mijn leeftijdsgenoot op de tennisbaan staat, opeens pats voelen en dan is hij gescheurd. Een achillespeesruptuur is een scheur van de achillespees. En die heb je heel erg nodig bij het afzetten, bij het lopen. Je kan operatief de uiteinden aan elkaar zetten. Of je kan de voet zodanig plaatsen dat het zichzelf geneest, dat de uiteinden naar elkaar toe groeien en weer stevig worden. Het Citrinfondsprogramma Doen of Laten is erop gericht om ons, de dokters, andere zorgverleners, te helpen goede keuzes te maken tussen effectieve zorg tegen een aanvaardbare prijs versus te dure zorg met weinig effect. Waarbij je af kan vragen of het voor iedereen wel nodig is. De voordelen van de brace zijn in principe dat je dingen aan en uit kan trekken. Je kan de dingen auto moet douchen. En je kan gewoon mensen samen op de bank zitten en hem even losgooien. Dan kan je gewoon luchten. Een operatie heeft risico's. Een operatie kost een hoop geld. Maar ook voor de patiënt kost dat een hoop tijd en energie. En daarna begint een revalidatietraject, wat je met de brace eigenlijk gewoon vanaf het aanleggen van de brace al kan starten. De laatste 10, 15 jaar is steeds meer naar voren gekomen dat niet-operatieve behandeling van achillespeesrupturen, als je het op een moderne wijze doet, eigenlijk vergelijkbaar resultaat oplevert dan de operatieve behandeling. Tegen minder gebruik van dure ziekenhuisfaciliteiten. Wat zijn dan de risico's van die operatie? Het belangrijkste risico is een infectie. En als dat 5% is, dan is het al 1 op 20. En dat betekent dat je al zeker in de range zit waarbij je bij de bracebehandeling een reruptuurkans hebt die je ook goed kan behandelen. Een infectie leidt echt tot een slechter resultaat na een achillespeesruptuuroperatie. Want het tast de pees aan, er moeten heroperaties plaatsvinden, langdurig antibiotica, veel meer verlittekening van de pees en een slechtere functie. Die infectie is iets wat je koste wat kost wil voorkomen. Je hoeft niet meer aan te tonen dat het zo is. Je moet zeggen, het is zo, waarom doe je dit? En dan ga je zoeken naar keuzes van artsen, maar ook wensen van patiënten. Als ik in de spreekkamer met de patiënt spreek over de operatieve behandeling en afgewogen tegen de niet-operatieve behandeling, dan merk je vaak dat persoonlijke ervaringen van de patiënt toch ook heel erg meespelen. Of wat mensen in de omgeving van de patiënt zeggen. Dus ik wil ook graag een operatie. Of de fysiotherapeut heeft gezegd dat het toch geopereerd moest worden. Of de huisarts. Knop moet gewoon om. Of moet om, kan om, laat ik zo maar zeggen. En als jij op een congres bent en jij bent de enige die nog achillespees opereert en iedereen zegt tegen jou van goh, maar dat hoeft toch helemaal niet meer. Dat vooral heel veel overtuigingskracht heeft. Het doel van dit project is om het aantal operatieve behandelingen van achillespeesrupturen te verminderen. Dat is in dit onderzoek 50%. We hebben gezegd het moet 30% verminderen, dus naar maximaal 20% toe. In de drie noordelijke provincies zien wij duidelijk dat men al rond die 20% of zelfs lager is. Dan is het een ideaal voorbeeld om te zoeken naar passende zorg die je kan doen of laten zonder schade aan de patiënt te berokkenen. Met dezelfde uitkomst.